vandaag een foto wat maken. Dat ga ik hier doen. Het is eigenlijk een wand waar ik niet veel mee doe, maar waar ik wel heel veel mee wil doen. En ik ben geïnspireerd geraakt door Tessa uit New York. Ze heeft daar in haar loft een collage achter haar bed gecreëerd. Heeft ze zelf samengesteld, die verkoopt ze ook. Binnenkort zijn ze weer verkrijgbaar. En tot die tijd ga ik zelf aan de slag. Dus kijken hoe het bevalt. Dus ik ga uit tijdschriften allemaal printjes scheuren of snijden. En die ga ik door elkaar heen plakken, gerangschikt op kleur. En op die manier hoop ik op een heel subtiele manier en ook voordelige manier wat meer kleur aan ons interieur te brengen. Als het dan niet bevalt, ja, dan is het zo weer vervangen. Dus ik ga aan de slag, kijken of het lukt, wat ik wil. En ja, we gaan het doen. Het makkelijkste is om gewoon een tijdschrift te kopen. En die in één keer helemaal leeg te snijden met een scherp mesje. En dan kan je achteraf kijken welke print je gaat gebruiken. Dan leg je gewoon alles op volgorde van kleur. Kijk, deze kleuren passen bij elkaar. Nou ja. Als je een knalkleur wil in geel, dan zou je die erbij kunnen doen. En dat sorteer je dan allemaal. En dan ga je, als je het gaat ophangen, dan ga je het verspreiden over de muur. Dat was de foto. Nou, goed benut in ieder geval. Ik ben nu alle velletjes gaan neerleggen en een beetje aan het kijken welke kleur ik eruit wil laten springen. Ik denk dat ik die gele voor mij te fel vind. Het is natuurlijk wel heel gaaf om één zo'n knalkleur erin te hebben. Je ziet meteen wat het doet. En ik begin nu ook te twijfelen of ik wel dat wandje zal gaan doen. En toch niet dat wandje bij het bed. Ik heb namelijk kussens gemaakt en die zouden hier heel goed bij passen. Ik ga het je even laten zien. Dit zijn de kussens die ik heb gemaakt. De ene is chocoladebruin met een beetje zand. En de ander is licht, ja, een beetje mauve kleur, ook met zand. En als je dat erbij houdt, ik vind dat dus een super gave combinatie met al die rode tinten. Ik heb toch besloten om deze wand te doen. Ik denk de reden waarom ik hem bij Tessa zo leuk vind, is vanwege het textiel dat erbij matcht. Dus in dit geval ook deze kussens met al die kleuren. Ik denk dat het een grotere impact heeft als ik het hier doe dan dat ik het bij mijn werkplek doe. Ik ga alleen niet de hele wand doen. Ik ga een klein stukje doen.
randjes af. Dit is helemaal goed gelukt eigenlijk. Ik ben er wel heel blij mee. Leuk. Het is voor het eerst dat ik zo'n kleurprojectje ook op mijn Instagram ga zetten. Als je weet wat je wil, kan je in een half uurtje klaar zijn in plaats van in 3 dagen. Maar ik ben nu wel echt heel blij met de kleur aan die kant, zwart-wit aan die kant. Ik vind het een heel mooie balans.